Mijn droom was het altijd dat ik wil zanger worden. En beroemde zanger ook nog. Zijn het een beetje zielige mensen of zijn het mensen die ambitieus zijn? Die het keer op keer proberen? Просто все силы, все свои. Totdat je een keer zo goed bent dat ze je zien. Ik moet even bij shownieuws komen. Dimitri Moza uit Eindhoven is één van de velen die mee heeft gedaan aan de talentenshow en mee blijft doen. Hoeveel talentenjachten heb je al meegedaan in Nederland? Hoeveel talenten hebben we? 4 of 5. Waarom doe je aan zoveel mogelijk talentenjachten eigenlijk mee? Omdat ik wil echt beroemde zanger worden. 3 jaar geleden won hij zijn eerste talentenjacht. Om vorige week als voorlopig hoogtepunt te stranden in Holland's Got Talent. Het voelt altijd natuurlijk een beetje teleurgesteld. Ja, teleurstellend. En ja, je komt thuis en een beetje moet nog alles bezinken. En het is gewoon zo. Direct na thuiskomst waren er veel reacties. Ook van een reclamebureau. Zijn eerste snabbel. Ik kom vanuit Amsterdam van commercial opname. Ik mag eigenlijk niks over vertellen, want ik ben net terug van die opnames. Dus ik mocht nog niks verklappen. Helaas. Thuis in Eindhoven, waar ook zijn Oekraïense moeder op bezoek is. Wat vond u er nou van zijn optreden in Holland's Got Talent? Ja, goed. Ja. Ze praat gewoon Nederlands. Wat is dat dan toch weer? Heeft de nieuwe bekende Brabo een wel heel aparte slaapkamer? Dat is de kamer, dat is Dimitri's kamer. Dat is, mijn smaak. Deze meneer betekent heel veel voor mij. Dat is laatste Russische tsaar. En waar ik heel erg trots op. Dat is een stukje van mijn geloof, van orthodox. Hoe zijn de reacties op straat? Op straat. Ik word bekeken van boven tot beneden. Ja, ook als ik met mijn hond ga wandelen en dan kom ik iemand tegen. En die zegt, hey, gekke Rus. Heb je ook wodka bij? Ik zeg, nee, dat niet. Ga je nog terug de snackbar in om kroketten te gaan bakken? Nee, ik ga echt niet terug naar de snackbar. Ja, misschien als ik dood ben en iemand daar mij naartoe brengt. Maar ik ga, nee, never nooit. Nee. Dit is een bordje van mijn kleedkamer. Die heb ik meegenomen voor de herinnering aan Holland's Got Talent. Terug naar de snackbar gaat hij niet meer. Door deelname aan de talentenshows stort Dimitri zich nu volledig op zijn carrière. Met of zonder hond. Ja, ik ga me volledig op muziek inrichten en ook met optredens en meer opdrachten krijgen. En het is mijn doel nu om echt nu moet doorzetten. Ja, ik denk dat ik gewoon, ik voel me van binnen dat ik dat moet doen. Ja, het is gewoon een kwestie van een binnengevoel. Het is mijn ding.